moment van de waarheid. Oké. Hij is niet mega groot, moet ik zeggen. Maar ik vind hem wel heel erg schattig. Hij ziet er wel heel erg schattig uit. Die moet nog wel wat langer. I like it. Zoals jullie net konden zien heb ik dit tafeltje in elkaar gezet. Hij is dus bedoeld voor mijn laptop. Zodat ik hem niet op mijn bed of op de bank hoef neer te zetten. Want ja, dat is gewoon niet goed voor je laptop. En nu heb ik dus een tafeltje waar ik hem op kan zetten. Dat is waar het op neerkomt. Nice. Oh, no. Ik ben de steken aan het lostrekken. Ik ben nu dus hiermee bezig. Ik ga hier ook de rest van de avond mee bezig. Ik ben namelijk dus met de bord aan de onderkant bezig. En ik had uitgerekend dat ik 262 rijen moet. Volgens mij zit ik inmiddels op 180 of zo. Ja, ik dacht echt dat ik er al bijna was. Maar ik moet er nog... best wel wat. Dus daar ga ik nu lekker mee verder. En ondertussen ga ik een serietje kijken. Het is de volgende dag en ik heb inmiddels 216 rijen gehaakt. En dat is genoeg voor de onderkant van mijn truitje. Wat ik nu ga doen is ik ga hier langs de onderkant even een randje vast te haken. En dan ga ik hem vastzetten. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. En ik hoop dat ik in één keer tevreden ben. Want ik heb geen zin om nog een keer zoveel te moeten haken. Oké, dit is hoever ik nu ben. Ik heb de onderkant eraan gezet. Dat ziet er nu zo uit. Daar ben ik echt wel tevreden mee. En ik moet alle draadjes nog wegwerken. Die zie je aan de binnenkant eigenlijk alleen maar. Maar moeten nog wel weg. Ik ben nu bezig met de mouwtjes. Ik wou de mouwtjes eigenlijk niet echt langer maken. Maar nog wel even een mooi randje erlangs. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. Met deze bolletjes. En ik vind het heel erg schattig. Dus dat ga ik even afmaken. Hi guys, ik heb net lekker avond gegeten. Voor het avondeten heb ik de top afgehaakt. Hij is nu eigenlijk praktisch gezien gewoon af. Ik moet dus alleen alle losse draadjes nog wegwerken. Maar ik wilde even aan jullie laten zien hoe die er tot nu toe uitziet. Ik denk dat ik daarvoor wel even mijn truitje uit moet doen. Dit is dus hoe de top is geworden. Ik ben er echt super blij mee. Ik vind dat de mouwtjes ook echt een leuk detail hebben. En ja, ik vind de top eigenlijk gewoon in zijn geheel echt heel erg mooi. Als ik iets zou mogen veranderen, dan had ik misschien de boord aan de onderkant wat strakker gemaakt. Want die vind ik nog wel erg losjes. De planning voor vanavond is dus de onderkant uithalen en kleiner maken. Zodat hij iets... beter aansluit. Ik ben al de hele dag met dit ding aan het struggelen. Dus ik heb even deze boel wol gepakt. En ik ga denk ik gewoon even een
bandana haken. Even snel tussendoor doen, want het avondeten is klaar. Het is alweer het eind van de dag. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb dus 40 rijden tussenuit gehaald en ik vind hem nu er veel mooier uitzien. Dus ja, dit is hoe hij uiteindelijk is geworden. Hier dan nogmaals even wat foto's in beeld van de inspiratie die ik op Pinterest heb gevonden. Ik heb voor vanavond twee dingen waar ik graag mee bezig wil. Om te beginnen wil ik graag deze afmaken. Dit is de bandana waar ik gisteravond aan begonnen ben. En zoals je kan zien is die bijna af, maar ik wil hem vanavond graag helemaal afmaken. En dan kan ik hem misschien morgen gaan dragen, want ik vind hem echt super schattig geworden. Moet je kijken met die bloemetjes. Echt heel erg leuk. En ik heb ook nog een heleboel borduurgaren. En daar wil ik eigenlijk mee gaan kijken of ik daar iets van oorbellen of zo mee kan gaan haken. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen waar ik vanavond mee bezig wil gaan. En voor nu ga ik beginnen met de bandana. De bandana af. Ik heb ook de losse draadjes weggewerkt. Ik moet wel zeggen, ik heb vanavond net mijn haar gewassen, dus ik kan hem nu niet heel erg goed laten zien aan jullie. Maar hij is wel echt super schattig. Het is zeg maar, dit moet een bloem voorstellen en dan heb je vervolgens een beetje die granny square stitch. En de rand heb ik afgewerkt met kleine bolletjes. En ik ben nu bezig met miniatuur haken en dat doe ik dus met mijn borduurgaren. En ik ben nu kleine octopusjes aan het maken. Dit is hoe ze er tot nu toe uitzien. Ik denk dat ik hier vanavond gewoon een beetje mee verder ga. Kleine dingetjes haken voor schattige oorbelletjes. Ik ben nu dus al een tijdje aan het haken. En kijk hoe schattig deze bloemetjes zijn. Ik wil hier dus in het midden nog een kraaltje doen. Ik denk iets van een parel of zo. Maar dan zijn het toch super leuke oorbellen. Echt heel erg leuk.